Nou, welkom jongens. Hallo. Lars, Kevin. Goedemorgen. Mijn naam is Piet. Dit is een klein probeerseltje. Jullie zullen denken, wat krijgen we nu? Dit is de Resident Evil 6 demo, die gisteren op Xbox Live is uitgekomen. Lars en ik hebben die samen doorgespeeld. En we gaan er even kort wat bij vertellen. Kevin is er ook bij. Hallo. Die heeft het nog niet gespeeld, dus die mag wat vragen stellen. Ik ben het wormvormig aanhangsel in dit geval. Juist. En dit zijn dus de prachtige prestaties van Lars en mijzelf. De beelden die je ziet, die zijn van de playthrough van Lars. En Resident Evil 6, die komt volgens mij volgende maand uit. Begin oktober, ja. Begin oktober. Ja. En er zijn al drie stukjes die je kan spelen van de verschillende campaigns die in het spel zitten. Ja, er zijn in totaal drie verschillende campaigns. Volgens mij zit er nog een vierde. Maar ja, die kon je niet in een demo spelen, dus dat is op het moment ook niet echt interessant. Maar je speelt altijd met z'n tweeën, dus het is gewoon een co-op game. En dat heb je dus ook in de demo. In de demo dan speel je drie verschillende campaigns. Je hebt die van Leon. En dan begint het vaag te worden, want die andere twee ben ik minder bekend mee. Maar wat je nu ziet, dat is die van Leon. Dat is de wat meer survival horror georiënteerde campaign. Wat ook ietsje minder, ja, zit wat minder tempo in voor mijn gevoel. En we moesten ook direct aan de controls wennen, had ik het idee. Dat was toch wel, ja, hoe zou ik zeggen, doordat de camera, want hij voelt gewoon stukken losser aan dan Resident Evil 4 en 5. Iets wat eigenlijk heel goed is, aangezien je in Resident Evil 4 en 5 kon je niet run and run. Ik ga even staan. Of niet? Dat kan allemaal. Nee, het is meer run and gun. Dat kan nu meer en het is toch wel een stuk fijner eigenlijk. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, Piet. Ja, ik heb sinds Resident Evil 2 eigenlijk geen Resident Evil game meer aangeraakt. Het viel me op dat het best wel leek op een third person shooter eigenlijk. En dit stukje nog niet. Nee, klopt. Dit is de eerste campaign met Leon inderdaad. En daarna krijg je Chris en daarna Jake, geloof ik. Ja, dat is dus familie van Wesker. Dat klinkt om met veiligheid. En alles moet je, kun je met z'n tweeën doen, maar je kunt ook in je eentje spelen. En dan is de partner wordt gespeeld door de AI. En volgens mij was dat ook zo in Resident Evil 5. Ja, klopt. Dat was gewoon altijd was er een AI bij je of je speelde met de partner. Ja, en ja, weet je, ik heb dus geen ervaring met de recente Resident Evil titels, maar aanvankelijk, toen ik eenmaal gewend was aan de besturing, want die is inderdaad een beetje tricky. Ja, ja, vond ik het wel in dit gedeelte nog wel een beetje op Alan Wake lijken. En, maar in die latere campaigns, en dat zullen jullie zo meteen ook wel zien, dan gaat de actie wel een niveautje hoger. Ja, dan klopt. Is het echt veel meer schieten en ontwijken zelfs. En ja, vind ik het veel op een shooter lijken. Van wat ik begrepen heb is dat elke campaign ongeveer even lang is. En dat was volgens mij rond 7, 8 uur. Nou ja, dat kun je waarschijnlijk veel sneller doen uiteindelijk. Maar dan heb je toch wel de nodige variatie in je campaign. En ik moet zeggen dat toch wel fijn is. Omdat dan heb je toch verschillende paces. En die ene is dan toch wat meer verhaalgericht. En die andere is wat meer actie georiënteerd. Ja, nou hier is wel een interessant stukje. Want jij pakt nu die items op, die ammo. Ja. En dat groene plantje. Dat kun jij nu nog zien, maar die had ik daar al opgepakt. Ja, dus alle items die in de wereld liggen, die kunnen door beide spelers worden opgepakt. Dus je hoeft niet moeilijk te gaan doen van, mag ik die ammo hebben of mag ik dat plantje hebben, want ik ben bijna dood of zo, weet je wel. Het is gewoon voor iedereen ligt het, hè. Dat was een hele fijne ontdekking, ook omdat we dat, vaak is het gewoon, ik pak gewoon lekker die toe. Ja. Zoek het maar uit. Nou ja, ik vind Piet echt een doodzaak, dus dan zou ik inderdaad alles oppakken voor hem. Maar ja, hangt er een beetje van af. Ja, maar je kunt dus niet echt grieven met die items. Heel jammer. Nee. Ja, op zich is het ook wel weer. Het is een beetje dubbelop, maar ik vind het zelf wel handig. Alleen is het, ja, hoe zou ik zeggen, dat bevordert de survival horror niet. Dat je items, dat je minder items hebt, hierdoor heb je eigenlijk twee keer zoveel items. Dus dat is eigenlijk jammer. Maar heb jij ook Resident Evil 4 of 5 gespeeld, Kevin? Ja, ik heb 4 voor de helft ongeveer gespeeld en 5 helemaal.
Okay. En van 5 was ik niet gecharmeerd, van 4 wel. Oké. Okay. Het punt is, en dat zie ik nu gewoon weer, ja, dat komt er de koop. En dat is het sfeertje voor mij, denk ik. Want ik wilde graag, wat ik van Resident Evil tof vond van 4, is horror. En ja. Dat, ik zie dit nu en ik denk van, dit ziet er gewoon niet eng uit. En je speelt in koop en dat vernachtelde het ook een beetje voor deel 5. Dat is een syndroom, dat is een term die ik heb overgenomen. Dat heet het Resident Evil 5 syndroom. Je komt de koop aan toe, plotseling is het niet eng meer. Dus, nee. Ik weet het niet. Voor mij, ik denk niet dat Resident Evil 6 het hem gaat worden persoonlijk. Omdat ik niet denk dat het met koop er beter wordt. Ik heb liever een singleplayer ervaring die waarschijnlijk wat onheiliger zijn in meer horror georiënteerd. Ik weet niet precies hoe de Resident Evil fans daarover denken. Maar door dan vervolgens 3 verschillende campaigns te geven, die alle 3 anders zijn, weet ik niet precies of men dat goed gaat ontvangen. Maar ik ben wel benieuwd. Het ziet er wel mooi uit. Dat is dat nog wel zo. We gaan nu door naar de beelden van de andere gast. Ja, Chris Redfield. Chris, dat jij dat allemaal op weten weet, en ik heb die games gespeeld. dit is dus, zoals je nu al ziet, veel meer actie georiënteerd. Ja, hier is een voordeel, joh. Ja, je krijgt ook een magazijn van 400 kogels of 500, dus knallen met kogels. Dus, maar ik ben het heel veel met je eens, hoor, dat het gewoon minder horror uitstraalt. Laat staan dit, hier heb je gewoon, hoe zou ik zeggen, tactische dingen met... Nou, enge monsters erin die eigenlijk niet zo eng zijn omdat het gewoon overdag is. Zo jammer. Het co-op dat haalt gewoon, je zit leuk met z'n tweeën, gaan te denken en dan ga je vaker grapjes maken dan dat je gaat zeggen van, nou Piet, ik ben nu een tijdje bang voor die zombies. Nou ja, dat gebeurt toch niet. Dus ik moet ook zeggen dat controls, daar hadden we toen ook al over, dat het koffersysteem, dat vond ik best wel erg wennen. Ik weet niet of jij de last van hebt. Ja, het lijkt op een third-person shooter, maar het speelt toch echt anders dan je zou verwachten of gewend bent. Sowieso is de beweging relatief aan het scherm. Als je naar achter indrukt, verwacht je bij een third-person shooter dat je mannetje met zijn gezicht naar voren en naar achter blijft lopen. Ja, maar nu draait hij zijn hele lichaam ook. Datzelfde geldt een beetje voor de manoeuvres die je verder kan doen. Het is allemaal, het lijkt allemaal wat logger. Ik weet niet. Je moet bijvoorbeeld, als je dekking wil nemen, moet je down the sides kijken. En dan moet je A ingedrukt houden. En dan pas kun je achter een muurtje stoppen. Ja, het is gewoon heel erg, hoe zou ik zeggen, als je Gears 4 gewend bent, of een andere third person shooter, dan voelt het heel erg vreemd aan. Omdat het eigenlijk gewoon Resident Evil is, met een wat lossere camera. Dat je nu zelf in strafe, wat een voor 2D niet komt. En het is gewoon Resident. Dan kun je wel strafen, alleen als je link trigger ingedrukt hebt, neem ik aan. Want anders ren je naar rechts of naar links. Nee, klopt. Maar je kunt ook eigenlijk alleen maar schieten als je hem de linker trigger indrukt. Ja, dat ook. Of je daarom, ik wil het niet meteen wegzetten als een third-person shooter met moeilijke controls. Want het is gewoon een Resident Evil game. Dus ja, het is gewoon je kunt er ook gewoon aan wennen. Maar dit soort gedeeltes, dan ben je zoveel aan het schieten en aan het... vechten eigenlijk, zeg maar. Dan voelt het een beetje raar. Ik vond het in die eerste campaign een stuk overzichtelijker wat dat betreft. Ja, want daar waren de vijanden wat minder... Er zat minder toe in. Dat was gewoon, hoe zou ik zeggen, dat was ook heel veel zoek dit item en dan kun je weer verder. Ja, precies. Weet je, ja, dat oldschool Resident Evil gevoel. Ja, en dan komen er tussentijds misschien wel 5 of 8 van die gasten op je af, maar die kun je 1 voor 1 wegwerken of je kunt wegrennen. Ja. Nou ja, dat vond ik wel aardig trouwens, hoor. Dat je niet gedwongen wordt om al die monsters en zombies aan te pakken. Ja, dat je ook zeggen van, fuck it, ik ga er vandoor. Ja. Nou, dat heb je dan bij deze campaign heb je dat dan weer minder. Dat is gewoon hier gun en knal alles maar overhoop. Of totdat een bepaald punt is bereikt. Maar in die vorige campaign kon je toch meer, kon je wel vluchten gaan. Ja. Zei Kevin net, maar als je dit zo ziet, hè, de setting is Oost-Europa, maar verder had het ook Sierra kunnen zijn. Ja. Ik denk dat als mensen dit gaan spelen, als zij een horrorspel, dan gaan ze van diep vluchten. Ik denk dat als ze dit gaan spelen en het beschouwen als een toffe actiegame, dat ze dan weer net zoals Resident Evil 5 echt naar verrast zullen worden. Gewoon de Resident Evil fans zelf
die dit dan, als die hier ingaan, dan moet ik zeggen, nou, ik heb het op actie game. Aangezien de besturing en zo, dat is gewoon meer voor dat type speler. Ik heb het nog even gedaan om te werken. Dan het kan lopen en misschien lijkt het. Dus de grote besturingverandering die ze eindelijk hebben veranderd. Dat is de grote, ja, ik zou zeggen dat is een unique selling point wil ik het niet noemen, maar dat is voor de Resident Evil games, is dat best wel groot ook. Met een deel van had je Dead Space al die wel die hele run and gun had, dus gaan we streven. Dat heeft Resident Evil gezegd, maar nee, dat kan gewoon niet. En in deel 6 hebben ze dat er wel in, wat er toch wel voor zorgt dat de gameplay heel anders aanvoelt. Ja, ook omdat je, nu kun je gewoon vluchten van je tegenstander en vroeger was het gewoon zo, of je knalt neer of je vlucht. En nu is het gewoon beide, eigenlijk. Wat ook wel tof is, alleen het zorgt ervoor dat de game gewoon meer actie georiënteerd is. En de co-op bevordert het alleen nog van niet. Ja, het grappige is dat je tot nu toe, als je die beelden weer terugkijkt, hebben we elkaar nog weinig nodig gehad. Ja, het is niet echt. Je hebt de verplichte deuren die je met z'n tweeën open moeten. Ja, het gaat ook met een AI pakken. Ja. Exact. Nee, klopt. En af en toe kun je elkaar wel redden, hoor. Ik geloof zelfs dat er een speciale knop is als iemand onder de zombie ligt, dat je dan die eraf kan trappen. Ja, maar of dat klopt. Ja. Het is leuk om het samen te doen natuurlijk. Maar maar anders is het leuk om het samen te doen, denk ik dan maar. Ik bedoel, ja, zo kun je het zeggen, denk ik. Oké, we zijn nu overgeschakeld naar de Wesker. Ja. Die vond ik net iets minder actie georiënteerd, maar nog steeds best wel veel actie. Kan het mij liggen of heeft hij een compleet andere UI? Beide hebben alle drie zeg maar een unieke UI. Dus volgens mij kon je ook over die gasten heen springen. Dat vond ik ook wel een leuk detail. Ja. Over het verhaal moet je me ook helemaal niks vragen. Dus, nee. Ik vind het allemaal heel apart. Weet je wel, wie nou wie is. En iedereen lijkt in ieder geval tegen zombies te vechten. Of in ieder geval mensen die zichzelf inspuiten. Want dat zie je aan het begin van dit stukje volgens mij. Ja, dan neemt hij een of ander tegengif. Omdat voor zover ik weet, heeft hij een bepaalde vorm van de T-virus, C-virus. Iets met een virus. Ja, maar die andere, die tegenstanders, die spuiten zich ook bewust in ofzo. Ja. En dat had je volgens mij ook met die Chris-campaign. Dat daar van tevoren werd verteld dat de mensen tegen wie ze vochten, dat die ook die mutaties gebruikten ofzo, als ze gewond waren. Als ze gewond werden, dan gingen ze muteren. En dat merk je ook dan in deze campaign. Als je sommige tegenstanders maar een paar kogels krijgen, dan muteren ze in één keer gigantisch arm. Ja, of worden van kokon. En dan, shit, just hit the fan, om het zo maar even te zeggen. Maar ik meende wel dat in deze campaign had je meer splitsingen van karakters. Dus ik weet niet of dat krijgen te zien. Maar dan moest ik bijvoorbeeld omhoog en dan kon ik een deur open doen voor Piet. En dan konden we weer verder. Maar dat zijn ook echt hele kleine dingetjes eigenlijk. Ik noem dat niet super co-op eigenlijk. Je hebt niet het idee dat je heel erg afhankelijk van elkaar bent. Nee, ik zie dat eigenlijk ook niet heel erg van doen. In alle eerlijkheid. Ik snapte dat ook al niet waarom ze dat Resident Evil 5 toevoegen. Omdat het toen Resident Evil 4 was zo'n toffe singleplayer ervaring. En iedereen was zo teruggezet dat het uiteindelijk een actiegame werd. Hier gooien ze gewoon nog een stepje erbovenop, heb ik het idee. Dit is gewoon Hollywood meets Resident Evil, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat doen de films al. Dus laat het lekker aan de films over. Dat is maar mening. Ik had liever gehoopt dat het een meer horror-gerelateerde ervaring zou worden. Ja, ik moet wel zeggen dat het gewoon leuk is om co-op te spelen. En, oh ja, tuurlijk hoor. Alle bekende items van wapens verzamelen. Volgens mij hadden we ook skill points, maar die konden we niet gebruiken in de demo. We pakten heel veel skill points op, maar het is nog even afwachten wat je daarmee kunt doen. Ja, waarschijnlijk skills levelen. We hebben volgens mij geen beelden van de inventory, maar daar kun je ook weer gewoon items combineren en dan kun je. Wat in die oude Resident Evil games al kon, zelf je healing dingetjes maken. Volgens mij kan dat nog steeds. Nou, dat zou wel moeten, anders wordt met boos. Dat had je in 4 en 5 houdt, dus dat heb ik volgens mij hier ook al gedaan, dus dat is er allemaal wel. Dat in die waypoint, ik weet niet, zat die ook in de eerdere games, 4 en 5? Want je drukte nu op de linker button volgens mij. En dan laat hij zien waar je heen moet. Ja. Wat de bedoeling is, zeg maar. Ik moet wel zeggen dat ik dat zeer verwarrend vond. Ik kreeg niet echt een goede indruk waar ik naartoe moest. Omdat de camera dan jou zeg maar op een
bepaalde positie forceert. Je kunt niet rondkijken en dat doen. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar ja, ik moet zeggen, het is wel gewoon een toffe game. Alleen had het gewoon beter Resident Evil actiegame kunnen zijn in plaats van Resident Evil 6. Nou ja, voor hetzelfde wordt het wel echt een gruwelijke actiegame. Ik bedoel, het is natuurlijk alleen maar de demo en heel veel heb je er niet van gezien. Dus, ja. Mag ik nog één dingetje vragen voordat de video ten einde komt? Is, ja. Kun je de verschillende campaigns, moet je die apart spelen? Kun je die apart selecteren? Ja, het wordt apart geselecteerd in de demo sowieso. En voor zover ik weet ook gewoon in de game zelf. Dat is jammer. Dus dan, nee, het loopt niet door elkaar heen inderdaad, volgens mij. Dus als je zegt, ik wil nu een actiecampagne spelen, dan speel je die. En wil je de Chris of weet ik veel, de wat rustigere, dan pak je die. En op die manier kun je het wat verdelen. Vind ik zonde dus, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, we hebben het Transformers gezien en hoe we het beter deden door de verschillende campagnes van de vorige game te mixen in één. Om er vervolgens één goede gestroomlijnde ervaring van te maken. En ik vind het jammer dat ze dat hier niet doen. Maar nee, het is hier gewoon, je kunt kiezen wat je doet en... op die manier, als je alle vier uitgespeeld hebt, dan speel je volgens mij nog een nieuwe campaign vrij. Klopt. En, en waarschijnlijk is dat ook een co-op campaign. Daar ga ik vanuit. Moet bijna wel. Samba, ja. Maar, goed. Oké, nou, dit waren even dus de korte indrukken van de Resident Evil 6 demo. Het spel komt begin oktober uit. Hou Xbox World in de gaten voor meer nieuws over... Resident Evil 6 en een recensie als die uit is natuurlijk. Ja. Dit was een probeerster zoals ik in het begin zei. Dus laat vooral iets weten in de comments over wat je ervan vond. Wat kan er beter, wat moet er anders, et cetera, et cetera. Laat het ons weten. Yes. Doei.